Er 11 moties, waarvan er 9 gericht zijn aan de regering. Ik probeer er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Nummer 1. Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 25% de resultaatverplichting. Zoals de premier net zei, de strekking van het vonnis is een resultaatverplichting. Deze motie gaat geheel niet over het vonnis. Deze zet een zelfstandig doel neer voor het kabinet. Maar onze zelfstandige doelen staan in het regeerakkoord. Dit is vanuit het vonnis een resultaatverplichting, maar vormt niet een zelfstandige resultaatverplichting voor het kabinet. Dit hebben wij ons nooit voorgenomen en dit moet ik daarom ontraden. De heer Klaver, korte opmerking over de motie. Nou, zeker, voorzitter, op de motie. Dus als ik in de motie wat overwegingen toevoeg dat het betrekking heeft op het agendavonnis, want daar gaat dit over, dat is namelijk 25% in 2020, dan begrijp ik dat het wel in lijn is met het kabinet en dat hij voor de Kamer kan krijgen. Als de heer Klaver zegt dat de vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen in 2020 met 25% de strekking is, dat de strekking van dat vonnis een resultaatverplichting is, dan is hij oordeelkamer. Okay. Strekking van het vonnis resultaatverplichting, is hij oordeelkamer. Ja, de heer Klaver. Ik snap echt oprecht niet wat daarmee wordt bedoeld, dus ik ga erover nadenken. Goed, ja. U heeft tot dinsdag de tijd. Ja. Motie op stuk nummer 2. Ja, ik zou bijna kunnen dicteren, maar... Nummer 2. Verzoekt de regering een onafhankelijke uitvoeringstoets te laten uitvoeren? Ja, misschien met enige toelichting. Ik heb net uitgelegd dat het Planbureau voor de Leefomgeving wel degelijk de uitvoering toetst, dat dat ook onafhankelijk is, maar er wordt eigenlijk een roep of die uitvoeringsexpertise misschien zwaarder kan worden aangezet. Daar wil ik graag een poging toe doen. Ik stel voor dat ik hem overneem en de Kamer laat weten hoe ik dat doe. Maar dan kijk ik... Dat kan ik nu nog niet zeggen, maar ik vind het een belangrijke motie. Ik wil er graag uitvoering aan geven. Ga ermee aan de gang en laat de Kamer weten op welke manier ik zowel de onafhankelijkheid als de degelijkheid van die toets borg. Dan kijk ik eerst of iemand bezwaar heeft tegen het overnemen van motie op stuk nummer 2 van de heer Klaver en Dijkhoff. Ja? De PVV heeft bezwaar tegen het overnemen van de Kamerstemming. De motie in zaken het sluiten van kolencentrales nummer 3. Ja, ik heb al gezegd dat ik mij niet kan permitteren om ook maar enige optie niet te inventariseren. Dus ook deze kan ik mij voorstellen om over te nemen. Ook hier geldt, heeft iemand... Ja. Oordeelkamer, waar zal het worden? Het wordt daar oordeelkamer. Komt een stemming. Dan heb ik motie nummer 4 die mij opdraagt om het klimaatakkoord door de shredder te halen. Er is nog geen klimaatakkoord, dus ik zou kunnen zeggen om de motie aan te houden. Maar omdat dat niet werkt, zal ik hem ontraden, want dat geeft direct de duidelijkheid waar deze Kamer om vraagt. Goed. Dan nummer 5. Dat gaat een verzoek de regering om de energierekening omlaag te brengen. Etcetera, etcetera. Nee, koopkrachtmanagement doen we jaarlijks en over het geheel. En dat doen we niet specifiek over de energierekening. En mocht het al zijn dat er andere vormen van CO2-heffingen worden ingevoerd met een dergelijke terugsluis, dan zien we dat later. En ik moet hem hier dus, motie nummer 5, ontraden. Nummer 6. In Europees verband te pleiten voor een verbetering van ETS, onder andere door een minimumprijs voor de energiesector, een systeem wat we in Nederland op dit moment ook hebben. Ik stel voor deze oordeelkamer te laten. Nummer 7 is niet gericht aan de regering. Nummer 8, de aanbevelingen toe te voegen aan de inventarisatie van maatregelen. Nee, daar staat hele heldere taal over in het regeerakkoord. Wij zijn nu eerst toe aan een doorrekening. En dan zien wij daarna weer deze motie nummer 8. Moet ik dus ontraden. Nummer 9. Voordat u verder gaat, mevrouw Ouwehand. Voorzitter, ik begrijp dat niet zo goed. Want net was er een andere motie over de sluiten van kolencentrales. Toen zei de minister, ik kan maar niet de luxe permitteren om maatregelen uit te sluiten. Dus ik neem dit mee. Ik vraag eigenlijk precies hetzelfde. Neem het mee in de inventarisatie van maatregelen. Deze aanbevelingen uit dat rapport.
Dus ik begrijp niet zo goed waarom deze motie wordt ontraden, terwijl net nog met een soortgelijk verzoek de strekking was. Ik kan me de luxe niet permitteren om iets uit te sluiten. Nou, het leek mij dat deze motie geheel niet gaat over de inventarisatie van maatregelen ten behoeve van Urgenda. Maar deze motie lijkt helemaal over het klimaatakkoord te gaan. En in dat kader ben ik niet van plan om hem te overwegen. Gaat u verder. Nummer 9. De CO2-heffing een gelijkwaardige optie. Ja, ik verwijs hier toch even naar het debat, waarin ik zeg dat de doorrekening ook zicht biedt op andere vormen van een CO2-heffing dan de CO2-heffing die het kabinet al overweegt. Dus daarover, nou, niet alleen geen taboes, maar een actieve doorrekening die wij al voor het reces in gang hebben gezet. Maar een gelijkwaardig, dat miskent de situatie. Het kabinet heeft wel degelijk een voorkeur, een opvatting, die staat in de stukken. En in die zin is er van gelijkwaardigheid geen sprake. Het is wel zo, als wat niet deugt wordt vervangen, wat niet werkt wordt verbeterd. Alle vormen worden doorgerekend. Maar gelijkwaardig gaat me nou net een stap te ver. En daarom ontraad ik deze motie wel. Maar alle toezeggingen in het debat blijven kaarsrecht overeind staan. En wij gaan na 13 maart naar de stukken kijken. Nummer 10... gaat over de subsidie. Nee, laten we het ook zo zeggen. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de doorrekening en naar de haalbaarheid en de financierbaarheid van alle dit soort maatregelen. Maar op dit moment ontraad ik dat. Want we gaan eerst de doorrekening afwachten en daarna zien wij verder. En nummer 11 is niet gericht aan de regering. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit debat. Over de ingediende motie zullen we volgende week dinsdag stemmen. Ik dank de minister-president, de minister van Economische Zaken en Waterstaat, de Kamerleden, ambtenaren, medewerkers, griffiers, stenografische diensten en iedereen die dit debat heeft gevolgd. Ik sluit de vergadering. Op dit moment wordt er niet vergaderd. Actuele informatie over de vergadering.